Heel mensen, dus ons gaming en het is weer tijd voor de nieuwe carrière video van Formule 1 2017 en we zijn in het regenachtige Japan. En dan denk je van, hey, op maandag een carrière video? Ja, zeker. We gaan het iets anders doen. Misschien heb je het gemerkt, ik heb afgelopen zaterdag en zondag, afgelopen weekend dus, niks geüpload. En dat komt omdat ik het een klein beetje ga aanpassen, het upload schema. Dat komt voor mij een stuk beter uit en dat gaat voor jullie ook beter worden. Want ik ga proberen om vanaf nu, voortaan, dus 3 keer per week een carrière video te uploaden. En dat ga ik dus proberen te doen op de maandag, op de donderdag en op de zaterdag. Dan gaat het allemaal net iets sneller. En dan hebben we net iets meer tijd voor. Dan kunnen we meer races doen. En dan komen we tenminste ook echt iets verder met de carrière. Plus, er is altijd veel vraag naar carrière video's van Formule 1 2017. Dus ik dacht van, weet je wat, laten we het ook maar gewoon doen. En dus op maandag, donderdag en zaterdag. En de rest van de dagen, op dinsdag, komt in ieder geval altijd een carrière video van PSV, van FIFA. Want daar is ook altijd veel vraag naar. En op de woensdag en de vrijdag, daar is het een... daar ligt een beetje aan wat ik dan over heb. De ene keer zal het bijvoorbeeld een Forza video zijn. De andere keer bijvoorbeeld Call of Duty. En misschien dat ik ook nog een andere game ga uploaden. Bijvoorbeeld, ik ben nog van plan om WRC7 te kopen, de rally game. Die is nou flink in aanbieding namelijk, dus misschien dat ik die nog ga kopen. Dus het gaat allemaal best wel tof worden, maar in ieder geval 3 keer per week een carrière video. Dus dat wordt best wel tof denk ik. Vergeet natuurlijk absoluut niet te liken en te subscriben en te abonneren. Dus laten we weer voor meer dan 200 likes gaan op deze video. Het wordt een hele toffe race en we gaan dus kijken naar de grote prijs van Japan. Maar voordat we echt gaan beginnen, heb ik nog in de vorige race weekend een contract-event gehad. Ik dacht eerst misschien krijg ik een aanbieding van een ander team, maar nee, ik word gepromoveerd bij het team van Toro Rosso van tweede naar eerste coureur. Dat is natuurlijk best wel tof, daar krijgen we extra punten voor. En we zijn gewoon eerste coureur van het team van Toro Rosso, dat is natuurlijk sowieso altijd wel chill. En Sainz wordt dus gewoon tweede coureur op deze manier, dus dat is allemaal prima. Toen ik eenmaal in Japan aankwam, hadden we natuurlijk ook nog een update. We hadden toch genoeg punten, dus ik had maar besloten om toch nog weer een update op de auto te plaatsen. En die is dus geplaatst hier in Japan. Hopelijk brengt deze update ons nog een klein beetje, iets klein beetje naar voren, zeg maar. Kunnen we het gevecht met Renault nog aangaan. En we staan natuurlijk voor in het kampioenschap op het team van Renault, dus dat is prima. Maar misschien kunnen we nog zelfs wel Williams en Haas pakken. Dan moeten we echt nog wel heel wat punten gaan scoren in de laatste paar races van dit seizoen. Maar het zou kunnen en dit soort kleine updates kunnen dan misschien net het verschil maken. Misschien ook niet, maar ja, dat zien we dan allemaal weer. Natuurlijk, nu we eerste coureur zijn, is het natuurlijk ook wat chill. We krijgen dus extra punten voor, voor het ontwikkelen van de auto's. We krijgen extra resource points, om het zo maar even te zeggen. Dus dat komt ook wel goed uit. En ik ben nog gewoon aan het twijfelen wat ik precies ga doen voor volgend seizoen. Ik ga natuurlijk gewoon door met deze carrière. Alleen is de vraag van, ik hoef niet per se bij Toro Rosso te blijven, dus ik ben nog een klein beetje aan het denken wat ik nou precies zou doen. Want kijk, aan de ene kant, ik kan dus het eerste coureur worden bij Toro Rosso, of blijven zeg maar. Volgend seizoen waarschijnlijk. Maar er zijn ook andere teams nog in geïnteresseerd. Onder andere dus Williams. Dus misschien, het is in principe natuurlijk wel een stapje omhoog van Toro Rosso naar Williams. Dus dat zou op zich nog wel interessant zijn. Ook het team van Sauber en McLaren zijn natuurlijk geïnteresseerd. Maar dat is nou niet bepaald echt een stap vooruit. Al zou McLaren natuurlijk wel tof zijn om daarbij te gaan rijden. Ook het team van Ferrari heeft toch soms nog wel wat interesse. Het zou natuurlijk heel tof zijn om 1 keer naar Ferrari te kunnen. Maar ik denk niet dat het hem uiteindelijk gaat worden. Bijvoorbeeld Williams zou dus in principe wel goed zijn. Ik denk dat het een prima tussenstop stap zou zijn om van Toro Rosso naar Williams te gaan. En eventueel het seizoen daarop dus de echte stap te maken naar een van de top 3 teams. Maar ja, je weet nooit hoe het loopt. Het kan goed zijn dat we uiteindelijk een andere aanbieding krijgen. Hier zien we het lijstje. Ja, Sauber is het meest geïnteresseerd dan het team van McLaren, maar ook het team van Ferrari en Williams zijn dus behoorlijk geïnteresseerd. Maar zoals ik al zei, er zijn nog een paar races te gaan en we zullen pas aan het einde van het seizoen dus weten waar ik naartoe ga. Nou, in ieder geval de standaard kampioenschap. Ik sta op de 11e plek. Ocon heeft de laatste tijd natuurlijk veel punten gepakt. Het gaat lastig worden om hem nog te pakken en dus toch in die top 10 terecht te komen. En bij de constructeurs,
Ja, verrassend eigenlijk dat we niet zo heel ver achter staan op Williams en op Haas. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. En hier zien we nog een overzicht van mijn dit seizoen. Ik heb eigenlijk best wel een heel stabiel en degelijk seizoen gereden. Eén keer natuurlijk echt de fouten ingegaan in Monaco. Maar voor de rest was het eigenlijk een prima, prima eerste seizoen bij Toro Rosso. Nou, we zitten dan inmiddels in Japan. En zoals ik net al zei, het regent behoorlijk hard. Eigenlijk alle vrijdag vrije trainingen waren in de regen. Dat is natuurlijk niet echt handig, niet echt chill. Zeker niet als je wat dingen wilt testen. En dan, ja, dat schiet allemaal niet echt op in de regen. Maar goed, de test met de baankennis, dat lukt eigenlijk altijd wel of het nou regent of niet. En we halen natuurlijk ook gewoon weer een paars aantal punten. Dus dat is prima. Maar we gaan meteen door naar de kwalificatie. Het nadeel daarvan is dat het dus weer niet regende. En dat je dus eigenlijk voor het eerst op een compleet droge baan gaat rijden dit weekend. Dus de auto voelt er anders aan en eigenlijk voelt gewoon alles weer anders aan. Maar goed, we zullen zien wat het gaat worden. In mijn eerste run sta ik eigenlijk onder druk van Verstappen. En dat is niet echt handig als je echt een lekkere tijd wil neerzetten. Want Verstappen probeert iedere keer mijn in te halen en te doen. En in mijn eerste poging kom ik niet verder dan P16. Dus we hebben nog één poging te gaan. Ik kan Verstappen hier wel er voorbij laten, maar dat gaat me ook weer tijd kosten. Dus ik zorg er eigenlijk voor dat Verstappen voor mij blijft. Ik ben mijn tijd wel iets aan het verbeteren, zoals je ziet rechtsbovenin in het groen. Ik sta nog op die 16e plek en dan is het uiteindelijk, ja, het is gewoon uiteindelijk P17. Niet genoeg en ja, ik werd echt gewoon gehinderd door Verstappen. Die probeerde mij iedere keer te halen, ik moest iedere keer opletten waar hij reed. Hij heeft me gewoon tijd gekost in een kwalificatie en het zorgt er dus ook voor dat ik gewoon Q1 dus niet doorkom. En dus achter Stroll staat, Alonso staat, is ook uitgevallen, net zoals Eriksen en Wehrlein. En dat is gewoon niet echt chill. Nou goed, we gaan kijken naar de startopstelling. Het is Hamilton die pole position heeft, dan Vettel, Bottas en Raikkonen. Dan vinden we Ricciardo op 5, Verstappen op 6, dan Perez 7e, Hulkenberg 8, Esteban Ocon 9e, Massa, Palmer, Grosjean, Sainz, mijn teamgenoot is op 13, Magnussen, Van Doorn 15, Stroll 17, daar sta ik dus ik. En dan hebben we dus helemaal achteraan Alonso en de beide heren van Sauber dus. Maar goed, P17, daar gaan we dus vanaf starten. Niet echt heel lekker, maar we gaan kijken wat we er kunnen gaan maken hier in Japan. En we zijn dus onderweg. En dat is Stroll die een goede start heeft, het is Van Doorn die een slechte start heeft. Ik zit al meteen langs en daar heb ik in ieder geval vast één positie te pakken. En zo gaan we dus de eerste bocht in als 16e. En ja, hebben we dus een redelijke start. Dan zal het vanaf nu dus belangrijk worden om een goed tempo te gaan rijden. En die eerste ronde eigenlijk door te komen. En even kijken nog naar de herhaling van de start. Je ziet eigenlijk dat de beide Mercedes opvallend goed wegkomen. De beide Ferraris komen wat minder goed weg. Ook eigenlijk komen beide McLaren's heel erg slecht weg. Zowel Van Doorn als Alonso hebben gewoon een vrij poepstart. En ik zit eigenlijk een beetje goed tussenin. Ik heb een redelijke oké start. Niks bijzonders, maar het is niet slecht. Dan even later. We zitten nog steeds in de eerste ronde. Zit ik hier meteen aan de binnenkant bij Magnussen. Maar ja, mijn tractie is niet echt heel lekker en dat rechte stuk, of tenminste dat snelle stuk hier, kom ik dus niet echt met genoeg snelheid op, waardoor Magnussen mij vrijwel direct dus kan terugpakken. En zo blijf ik in ieder geval nog eventjes op de 16e plek hangen. En achter mij zit Wehrlein, die ook een prima start had, want die startte vanaf de laatste plek. Nou, even later probeer ik het weer hier bij Magnussen. Ik krijg natuurlijk een tikje. Het is echt het trademerk van Haas geworden dit seizoen. Zowel in de game als in echt, want ze houden echt van, zowel Magnussen als Grosjean houden echt van beuken. Maar uiteindelijk weet ik wel hier op het rechte stuk met een klein beetje slipstream en ik laat mijn auto staan. Ben ik dus uiteindelijk Magnussen voorbij. Dat werd ook wel tijd en ja, uiteindelijk liggen we dus in de eerste ronde op de 15e plek. En dan kom ik in een periode terecht dat ik eigenlijk al vrij vroeg in de race in een gat terecht kom. Voor mij ligt dan op dat moment ik geloof Stroll en ja, die kan ik niet bijhouden op een of andere manier. Die rijdt ook op de supersoftband. En achter mij rijdt dus Wehrlein inmiddels. Die heeft dan dus zelfs Magnussen ingehaald. En ja, dat is het eigenlijk. Ik kom gewoon niet echt dichter bij allemaal voor mij. En de auto's achter mij die komen eigenlijk ook niet echt dichter bij mij in de buurt. En zo blijft het eigenlijk een paar rondjes lang doorgaan. En we zitten dan inmiddels in de vierde ronde van de race. En je zit al, als je bij het rechts, ja, links onderin kijkt, zie je het. Voor mij een enorm gat, achter mij ook een enorm gat. En
Ik heb dan zoiets van, ja, dit gaat niet werken. Dit loopt niet. Die super, of die gewone softband, dat is niks. En ik vraag, zoals je net al zag, dus ook een pitstop aan. Vrij vroeg in de race dus. Er waren ook wat andere auto's onder binnen gaan, waardoor ik dus als 13e naar binnen ga. Maar ik besluit dus om vroeger dan gepland naar binnen te gaan. Want eigenlijk op de softband kun je makkelijk nog een paar rondes doorrijden. Maar ik besluit dus om op de super softband te gaan rijden. Want ik heb zo'n vermoeden dat die een stukje beter is dan de gewone softband. In ieder geval in de race. Dus we gaan het proberen op de softband. We vallen daardoor wel helemaal terug naar de laatste plek in de race. En we zitten op dat moment dus achter Felipe Massa. Daar komen we dus eigenlijk terug de baan op. We zitten dan inmiddels dan wel in de vijfde ronde van de race. En ik zal wel moeten oppassen. Want we moeten dus behoorlijk wat rondes nog op deze super softband. En de bandenslijtage op dit circuit is best wel hoog. Dus ik moet echt oppassen dat ik aan het einde van de race geen klapband ga krijgen of wat dan ook. En ik zal dus een klein beetje rustig aan moeten gaan doen eigenlijk met mijn bandjes. Maar goed, we zullen zien wat het gaat worden. In ieder geval één rondje later ben ik eindelijk van die 20e plek af. Want Alonso is naar binnen gegaan en die switcht van supersoft naar de gewone softband. We liggen dus in ieder geval 19e en dan kan het feest beginnen, zeg maar. We kunnen auto's gaan inhalen. En een rondje later gaat de volgende aan en dat is dan Van Doornen. En zo liggen we dan dus uiteindelijk op de 18e plek. Daar rijdt dan Stroll, die komt met weinig snelheid de pitstraat uit. En ik heb zoiets van, als ik Stroll voorbij wil, dan zal het meteen nu moeten. Want anders kan die waarschijnlijk weer op snelheid komen hier op dit stuk. En dan kom ik er misschien niet meer voorbij. Dus Stroll hebben we dan ook gewoon weer te pakken. En dat is op zich wel goed, want Stroll die lag, voor mij. Flink voor mij toen ik eigenlijk naar binnen ging. Dus we hebben het wat dat betreft weer goed gedaan. Moet zeggen, dit seizoen heb ik heel vaak zelf een gok genomen. Keuze gemaakt om bijvoorbeeld eerder te stoppen of juist langer door te rijden. Meestal was het eerder stoppen. En dat pakte eigenlijk tot nu toe in alle situaties vrij goed uit. Ik merk vaak gewoon wanneer ik niet snel genoeg ben op een bepaalde band. Ja, dan moet je er gewoon vanaf en dan moeten we dus gewoon een andere band pakken. En dat valt eigenlijk iedere keer gewoon precies goed. Nou, weer een rondje later halen we weer wat auto's in. En we liggen dan inmiddels al op de 15e plek in de race. We zitten nog steeds achter Felipe Massa. Maar langzaam maar zeker weet ik wat dichterbij te komen aan Massa. En ik zet ook mijn motor, mijn brandstofverbruik, zet ik op het hoogste wat er is. En daardoor loopt de Toro Rosso motor natuurlijk net iets harder dan normaal. En daardoor weet ik ook het gat richting Felipe Massa dus een klein beetje langzaam maar zeker te gaan dichten. Dat moet ook wel, want we zitten inmiddels alweer in die achtste ronde van de race. En als ik nog iets wil, dan zal het dus snel moeten gaan gebeuren. Nou, er gaan er nog steeds auto's naar binnen. Er zijn nog steeds auto's dus bezig met hun pitstops. En we stijgen zowaar zelfs naar de 13e plek in de race. En dan komen langzaam maar zeker puntjes toch weer in zicht. En je ziet het al, ik heb inmiddels ook het gat richting Massa eigenlijk helemaal dicht gereden. En ik zit voor het eerst in zijn DRS-zone. Nou, even later kunnen we daar dus ook gebruik van maken. En er zijn zelfs auto's naar binnen gegaan waardoor we 11e liggen. En is dit dus een gevecht om een punt. En ik weet Massa uiteindelijk hier dus te pakken. En zo liggen we dus op de 10e plek in de race. En dus eigenlijk vrij onverwachts dat we dan toch in de punten liggen. En dat komt eigenlijk allemaal weer omdat ik dus besloot om al heel vroeg in de race mijn banden om te wisselen van de soft naar de supersoft. Het is natuurlijk wel zo dat ik eigenlijk vanaf dit punt, we zitten al in de 10e ronde van de race namelijk, toch wel wat last ga krijgen dat ik op die supersoft band rijd. Want die gaat natuurlijk, die gaat gewoon snel op. En Massa haalt me dan weer in en dan krijgen we dus eigenlijk gewoon een heel lekker gevecht tussen mij en Massa. Ik pak Massa vrij snel weer terug. Zo houd ik dus in ieder geval mijn 10e plek in de race. En lig ik dus op de 10e plek achter Hulkenberg. Maar Hulkenberg, het gat is weer vrij groot. Dus ik moet me eigenlijk vooral gaan richten deze race op de 10e plek. Het is nog een punt. En nou goed, als je vanaf 17e start, dan valt verder niemand uit deze race. Dan is dat natuurlijk best wel oké. Maar ik sta nog steeds zwaar onder druk van Massa. En hij zit dan aan de binnenkant hier. En dan wordt het oppassen. En ja, dat was misschien wel te verwachten. We raken elkaar, we krijgen een flinke tik. Ik krijg ook een warning aan mijn broek. Maar ja, dat zag er niet zo best uit. En we gaan eens even kijken in de herhaling wat daar nou precies gebeurde. Massa zit hier aan de binnenkant. Hij laat hem staan, ik laat hem ook staan. Er is contact en Massa, die spint. Ja, hij spint zeg maar. Hij gaat hier van de baan af, dus het is gewoon spinnen. Ik gooi wel de deur dicht, maar Massa zit er ook niet helemaal langs. En het is denk ik een race incident. We kunnen het hier nog even zien. Hij zit er niet helemaal langs. Hij is er nog niet voorbij.
hier is eigenlijk geen ruimte meer. Ik moet ook gewoon die bocht houden, want, halen. Want als je te wijd zit in deze bocht, dan kom je in de volgende bocht weer niet goed uit. En ik denk dat we dit kunnen kwalificeren als een race incidentje. Ik krijg uiteindelijk ook geen straf. Massa krijgt ook geen straf. Maar goed, ik hou in ieder geval mijn 10e plek. En we zijn inmiddels dan alweer in de laatste ronde van de race aanbeland. Of in ieder geval de ene laatste ronde van de race. Zoals ik net al liet zien, mijn bandjes, ik ging er trouwens bijna hier bijna af. Mijn bandjes zijn echt helemaal op. Ze zitten al in de 50% weer, zeg maar. Dus dat ze eigenlijk gebruikt zijn, dat ze op zijn en kapot zijn. En dat zorgt er meteen voor dat ik meteen enorm onder druk sta van Grosjean. En in deze bocht laat ik hem dan staan. Grosjean moet van zijn gas af om een botsing te voorkomen. En daardoor weet ik dus mijn 10e plek te behouden. Maar we moeten nog één laatste ronde. En mijn banden zijn echt helemaal naar de kloten. Dus ja, ik zal dus echt alles moeten doen om die 10e plek vast te houden. Je zag het al, sommige banden zaten op 52% en 53%. Dus dat is nogal. Maar goed, uiteindelijk een rondje later zitten ze zelfs op de, bijna op de 60. Ik weet Grosjean in ieder geval wel vol met houden. Dus dat is wel lekker. En we pakken dus uiteindelijk een punt. Zou je denken. Want we worden op een of andere manier, en ik heb het echt terug zitten kijken, ik snap er niks van, we worden dus 9e. In plaats van 10e worden we 9e. Nou, wat blijkt, Vettel die wordt op een of andere manier 10e. Ik heb echt geen idee hoe het kan, want ik heb de herhaling terugbekeken van de race, zeg maar. En Vettel kwam gewoon als vijfde, of als vijfde, als tweede over de finish. Dus ik snap echt niet hoe hij nou ineens 10e kan worden. Ik denk dat het een bug of een fout is. Ik heb echt serieus geen idee. Maar goed, het zal mij een worst wezen. Ik pak in ieder geval de 9e plek. Dat zijn dus 2 punten. Het nadeel is dat Hulkenberg voor mij eindigt. Ook Ocon eindigt voor mij. Dat zijn eigenlijk mijn directe concurrenten dit seizoen. Dus wat dat betreft lopen we daar wat schade op. Maar aan de andere kant weten we natuurlijk ook wel weer het schade beperken. Want we pakken gewoon zelf puntjes. Sainz die heeft op een of andere manier 2 pitstops moeten maken in deze race. En daardoor dus ook geen punten gepakt. Hier zien we het. Ja, er is niks van Vettel te zien. Het is allemaal een beetje apart. Maar goed. Het gebeurt nou eenmaal, het is nou eenmaal zo. De standaard kampioenschap, Ocon stijgt zelfs naar de 9e plek in de race. En ja, dat is het eigenlijk. Ik zelf word ook weer ingehaald door Hulkenberg trouwens. En daardoor zak ik naar de 12e plek in het standaard kampioenschap. Dus dat is niet echt heel erg chill. Maar er zijn nog een paar races te gaan, dus hopelijk kunnen we die plek van Hulkenberg nog weer afpakken. En bij de constructeurs hebben we het eigenlijk toch nog ten opzichte van Williams goed gedaan en we zijn ook iets dichterbij gekomen bij Haas. Dus uiteindelijk was het toch best wel een prima race. We hoorden 9, dus dat is eigenlijk allemaal best wel top. Ja, ik hoop dat jullie een toffe race vonden. Ik hoop dat jullie het idee van 3 races in de week ook tof vinden om dat te gaan uploaden. Dus dan nogmaals, kijk op die like-knop. Vergeet ook zeker niet te abonneren. Ik zou zeggen tot de volgende video. Adios en houdoe!